gezegd, of ze moesten wat venten kunnen meenemen ook. Hè. Zo, ik kan niet alleen mijn dames overschieten, dat is niet de bedoeling. Hè. Mooi, ja. Nu je zeer sterk bezig is, Bram. Gisteravond, de hele avond, heeft hij Marokkaans gekookt. Toen het de derde borden is, uren is hij bezig geweest. Maar. Ja. Ja, ik had dat zelf ook. Ik ben zelf nog maar een jaar of vier zo echt intens met die keuken bezig. Dat kan ik ook even in de vuilbak moeten gooien. Ik dacht van fuck jongen, dat trek op geen bal. Ja, ja ontdekken, het is een ontdekkingsreis. Het is met vallen en opstaan. Het niveau van de hobbykoks is zo hoog dat de chefs voortaan extra aandacht willen besteden aan de presentatie van de borden. En dat is nu net het zwakste punt van Carla. Ah. Vind ik het stress van. Ik smeer mijn eigen altijd geen stress in commanda's, toernooi's en voorhoorn. Wam. Wacht, dat op dat bord lijkt. Ik moet zien dat dat goed op dat bord lijkt. Kom ik je kijken dat er niets op ligt. Fris schone, Karatje. Ach hoor. Ach schone. De meesten beschouwen haar ondertussen als topfavoriete, maar dat begint te wegen. Allee, waar is mijn... Oh, daar is mijn lepel. Ja, zo week na week van die goede commentaren krijgen... Dat knijpt ook wel zo. Het knijpt in mijn keel. Ja, ik heb een stresske. Thuis zitten ze daar ook van. Weet je, mijn dochter die komt dan naar beneden. Ik zeg, El, wat heb jij nu aan? Ze zegt, ah, dat is mijn outfit voor dat je wint. Ik zeg, wilde dat alstublieft gewoon uitdoen? Want dat geeft mij gewoon enorm veel stress. Die zijn daar dan al mee bezig. Dat is eigenlijk ook wel grappig dat ze er zo mee bezig zijn, maar het geeft ook nog wel extra druk. Carla. Alsjeblieft. Carla serveert lamskoteletjes met romanesco couscous, wortelcrème en auberginepuree. Carla, is er met jou aan de hand? Moeilijk met dresseren, hè? Ja. Het is dat de windmolen dit. Ja. Ik zie mijn zoontje nog maken. Ik kan veel beter. Ja. Even een dipje, hè? Ja. Dit is de Brugse kermis, hè? Ja, het gelijk. Jezus, ik heb het heel moeilijk gehad deze week, ja. Zijn smaak is het wel goed, hoor. Je vlees is goed. Couscous is mooi fris. Heel lekker. Qua smaak mee top. Met de presentatie aanvallend, hè. Het is jammer, hè. Ja. Durven ook, okay, durven. Even uit de veilige zone en even het lef tonen. Je smaak moet beheersen, je kan koken. Ik ga er volgende bak op gaan, hè. Ik vind ook dat je gewoon lekker mee mag naar volgende week toe. Ja. En we gaan je helpen, hè? Ja, goed. Dank je wel. Carla zit vastgeroest in haar stramien, waar dat ze al een 30-tal jaar in kookt. Maar ze moet echt die paardenbril afzetten, maar ze mag wel niet aan haar smaken komen. Schone gekruid, een beetje die look, die zuurtjes, die specerijen. Oké, maar weet je, dat is goed. Zoek je echt weer helemaal met mijn voeten op de grond en volgende keer dresseren. Ook Carla's vriendin, Sofia, heeft het moeilijk om haar schotel origineel af te werken. Ik weet niet wel wat dat ze vandaag. Dat is schoon, hè. Shit, maar Ali, zie je dat nu niet? Hoe is dat duur? Ik weet niet. Ik heb haar nooit zo sukkel. Benedict. Benedict heeft minder last van faalangst. Zij schotelt de chefs een volledig menu voor. Tagine van lam en pruimen, hummus... Een krokantje van Ras El Hanout en een wortelsalade met sinaas. Tafeltje vol, hè? Ja. Nou, ziet er heel mooi en spekkig daar uit. Ik zou de vraag durven stellen dat ik denk dat je getrouwd bent met iemand van mijn doos. Het is echt fantastisch. Zo. Moet zijn dit ook. Mooi spicy, een mooie bite op je groentes, op je vlees. Echt mega goed. Proficiat. Dankjewel. Ja, stille water is diepe gronden, hè. Ik denk dat ze heel veel in de mars heeft. Ik had het nooit, maar ik zweer het je, nooit achter haar gezocht. Nee. Dat ze zo tot zo'n niveau in staat is om dit op tafel te zetten.